Nee, maar wel goed, zeg maar, op dezelfde lijn. Niet op mijn benen! Nee! Au! En ja, ik moet zelf ook nog steeds elke keer wennen als ik in de spiegel kijk of als ik nu naast mij in het schermpje kijk. Ik weet niet zo goed wat ik van mijn haar moet vinden. Het is, het is anders. Laat maar even in de comments weten wat jij ervan vindt. Je mag eerlijk zijn, je mag zeggen je vindt het heel lelijk, want dat vindt Anna ook. Ja, ik weet niet, ik wen er al wel een beetje aan. Ik zit nu de hele tijd in het schermpje te kijken van, wat moet ik hier nou mee? Maar goed, vandaag heb ik een rol tape en heb ik Anna meegenomen. Want Charles is de moe om dubbelbacks te doen en Danny die durft eigenlijk bijna niks. Dus vandaag ga ik mijn armen en mijn voet aan elkaar tapen. En dan zeg maar niet mijn arm aan mijn voet, maar mijn voet aan elkaar en mijn arm aan elkaar. En Anna die gaat gewoon normaal. En dan gaan we een parcours doen en dan kijken wie het snelste het parcours kan afleggen. Als ik het normaal zou doen, dan win ik. Dat weten we eigenlijk wel zeker. Dus we gaan kijken of als ik mijn voeten aan elkaar doe en mijn armen aan elkaar, of ik dan even snel ben als Anna. Ik ga mezelf nu vast eventjes verminken. Oh, dit gaat ook pijn doen aan mijn beenharen. Oh. Auw. We gaan allebei twee parcoursjes verzinnen die we zo snel mogelijk moeten doen. Maar ik moet zo. Wel een beetje goed vastmaken. Als jij nou. Nee, maar mijn beenhaar doet heel veel pijn. Want het gaat in mijn been. Nee, maar wel goed, zeg maar, op dezelfde lijn. Niet op mijn beenhaar! Nee! Au! Gast, stop! Nee! Ik ga jou terugpakken, jongen. We beginnen hier. Au, fuck! Elke beweging doet pijn. Je springt daarin, eroverheen. Ga je met je rug in de achterste trampoline. Ga je terug over het ding heen. Dan doe je een salto op deze trampoline. En wie als eerste weer hierop staat, die wint. 1. Oh, het zit ook echt veel te strak. Je hebt zeg maar hier twee knobbels zitten. Je enkelknokkel noem ik dat altijd. Ik heb geen idee hoe het heet. Als je dat weet hoe het heet, laat maar even weten. Maar die komen net tegen elkaar aan. 2, 1, Lego. Nou, het ziet er zo makkelijk uit. Oh, oké, toch misschien niet. Oh, schaat ik echt op de bek. Toch knap. Ja, rug erin. Nou, dat is goed genoeg. Oké. Daar overheen. Salto. Anna, wat doe jij? Is het niet een scheet? Hij moet helemaal opnieuw. Hij moet even. Ik liet een scheet, man. Het is serieus, ook al zou ik mezelf helemaal mumificeren, ben ik gewoon nog sneller dan dat Anna is. En beginnen in 3, 2, 1, go. Oké, en door. Nu goed, niet vallen. Nou, iets soepeler. Oké, met je rug erin. Wel met je rug. Ja, oké. Ja, onderrug. Daar overheen, salto nog. Salto mag ook voorover of zijwaarts of ja, weet ik. Maar dat kan niet. Doe hem, go! Ik kan niet lopen. Wat doe je? What the fuck, gek? Ik zei toch, ik kan het niet. Nou, wie van jullie wil haar opvolgen? Anna is volgens mij uitgeschakeld. Dat zal wel doen. Moet je het nog een keer proberen? Waarom deed je geen voorover? Dat is veel makkelijker. Nee, want weet je hoe ik vorige keer daarbij ging? Oh ja. Ik wil je even een vibe geven. Dat altijd als ik met jou een video opneem, dat jij mijn hele goede titel en thumbnail bezorgt. Echt fucking hard op je bek te gaan. Nou, maar luister. Luister, die ene video ging het hartstikke goed met die Max Trams. Dat was echt top. Met die Max Air Trams? Ja. Ja, klopt. Dat was de enige keer dat ze kon. Maar althans in dit park is, dan ga je op je bek. Wil je het nog een keer proberen? Ja. Ja. Waarom doe je niet gewoon een voorover en dan zijn we omdat van halve... Omdat het gewoon niet kan. Je hoeft hem niet te landen. Je kan ook gewoon zo'n halve koprol doen. Oh ja, zeg dat dan. Dat zeg ik nu toch? 3, 2, 1, go! Het gaat altijd al op 1, maar goed. En eroverheen. Oké, lekker hoor. Met je rug erin. Rug! Ja, eindelijk eens een keer met je rug. Oké, dan ga je zo. Ga je eroverheen weer. En dan nu front weer mee, benen uit elkaar. Hè? Benen uit elkaar als je een halve frontflip doet. Uit elkaar. Nee.
Oh. Oké, okay, en er weer op. Hoppakee. Ik heb verloren. Ja, dat denk ik ook, ja. Maar het is jouw beurt, jij mag een parcoursje verzinnen. Oké. Okay. Hier overheen. Lopen. Lopen? Hoe wil ik lopen? Dan is het zo. Ja. Je begint daarin of je doet hem nu. Oh, je moet daar doorheen. Ja, oké. Okay. Dan ga je er doorheen. Dan ga je daarop. Dan ga je omhoog klimmen. Kan ik eerst zo springen? Ja, springen en dan erop. En dan hier doorheen. En dan spring je hier naar beneden, denk ik. Whee! Plons. En dan ga je weer. En dan ga je waarin? Oh, dan kom je er weer uit. Wel rollend. Rollend en dan ja, dit is je tijd. Oké. Okay. Moest deze al tellen of wil je hem sneller doen? Nee, dit is natuurlijk een voorbeeld. Oké, okay, nou. Dan begin je. Dan mag jij eerst. Oh, moet ik eerst? Ja. 2, 1. Ja. Auw! Ja! En dan rollen. Ja! Einde tijd! Toppertje! Ik denk serieus dat ik je bij alles in ga maken vandaag. Dan gaat jouw tijd in over 5, 4, 3, 2, 1. Weer een seconde te vroeg. Oh, dit gaat wel snel op zich. En hoppakee, daarop. En dan spring je. Jij kan een verre sprong maken. Jee! Oké, okay, en dan nu door. Rollen is heel belangrijk. Nou, deze denk ik wel close. Ja. Ja. Wie denken jullie dat heeft gewonnen? Anna, ja. Ja, Anna? Oeh, we gaan het zien. Maar nu ben ik weer aan de beurt. En nu gaan we weer eens doen waar ik goed in ben. Auw! Auw! Fuck! Nee! Auw! Auw! Kom op! Auw! Ja, hier wil ik zijn! Stop maar! Auw! Gast! Jij wou dat ik je sleepte, dus dan doen we dat. Sleepte, maar niet... Ik ga een werkdag van jou ooit zo zwaar maken, jongen. Nooit. Challenge accepted. Ik denk dat het dus is, wat vooral pijnlijk is, is dat je ze er net niet helemaal uittrekt. Nee, dat ze lekker aan op spanning staan. Ja, dat ze de hele tijd zeg maar, dan trek je en is ja. Van, ah nee. Dat doe ik ook net bij jou. Ja. Oké, wat je doet, je begint op deze, je springt in de trampoline, ga je op die. Spring je in de trampoline, ga je op die. Spring je in de trampoline, ga je weer op die. Spring je in de trampoline, dan gaat die achter je. Dus je doet ze maar zo tu. Snap je? Oké, laat maar even zien. Oké, tamer af. 3, 2, 1, go. Je moet op elke hoek op je voeten staan. Ja, dat kan ik niet. Oh. En dat weet jij ook. Ja, dit kan man. Moet je gewoon zeggen. Laat maar zo. Oh, fuck. Oh, nu moet ik op die. Mamma mia. Huh? Oké, okay, dan staat. Einde tijd. Fuck, mijn benen doen pijn. Oh. Oh, baby. Oh. I want to help you. Yes, but schiet op. Then I can cut los. Okay, en dat gaat nog meer pijn doen. Ik heb mezelf naar dit blok verplaatst. Ik sprong net vanaf die op de trampoline en toen land ik hier zo. Dus blijf je gewoon zo liggen. Oké, Ann, we beginnen in 3, 2, 1, lego. Ja, oh, die ging soepel. Ja. Oké, gelijk met je armen erop. Armen erop. Ja, lekker. Ja, even voetjes erop. Oké, en terugspringen naar deze. Deze is makkelijk. Kijk dat je niet door je benen heen zakt. Oké, dat deed je wel. Ja, hier kom je makkelijk op. Ik zou nu gewoon de trampoline 2 keer springen en dan naar boven. Oké. 1, 2 en omhoog. Pakken. Ja, doorzetten. Ah, nog een keer. Gewoon eerst hoog springen en dan erop. Ja, oké, doorzetten. Oh, eerst hier hoog springen. Niet gelijk bij de rand, oké. Nee, want nu heb je dit zelf uit. Hier hoog springen. Stop de tijd. Je bent ook geen doorzetter. Bo, dit kan ik niet en dat weet je. Je komt net daar ook op, dat is de fucking zelfde hoogte. Doorzetten zit blijkbaar niet in de familie. Oh. Dat is niet waar. We zijn geen familie. Maar ik ben gewoon moe. Ik ben Boas. Ik heb mijn eigen 2 challenge gewonnen en ik denk dat Anna die van haar heeft gewonnen. Dus je kan nu een gelijk spel maken door te winnen. Of ik kan je heel hard afmaken door een challenge beter dan die eigen challenge. Ik zie jou nu ergens staan. Waar ik geen fan van ben. Maar ik moet zeggen dat ik het ook niet zo goed kan. Dus... Ja, maar jij hebt 2 voeten.
Ja, maar ik kan dit niet, hè. Ik doe dit nooit. Maar doe je alleen dit of is er nog een grotere challenge? Nou, je gaat hier zo doorheen. Ja. Dan kom je daar, hebben we een bal. Ja. Bal, die moet je door de ring heen. Daar ben ik heel slecht in. Dus ik wou net zeggen, ook al ga ik hier gewoon doorheen slapen, dan win ik alsnog door dunken. Oké, verder en dan? Of als je dunkt, dan is het op de tijd. Nee, als je dunkt, dan moet je door, dan moet je hier een handstand overslag doen. Ik kan het ook op deze. Dus je hebt een grote voorsprong. Okay. Ik doe bij jou iets wel aardig. Jij doet bij mij niet aardig, maar ik doe bij jou wel. Bro, je deed die eerste al, dan kan je die tweede maar ook. Ja, die tweede kan ik niet. Tweede is hetzelfde! Okay. In 3, 2, 1, let's go. Ja, ik heb het nog nooit gedaan, wacht even. Oké, begin. 2, 1, let's go. Wacht even. Even wachten, ik wil het eerst even proberen. Ik heb het nog nooit gedaan. Nou, laten we beginnen in 3, 2, 1, go! Je hebt gewoon je voeten niet aan elkaar en je kan dit gewoon. Ja, lekker, en door. Oké, dit is nog wel een challenge voor mij. Dit wordt waarschijnlijk echt gewoon een timelapse zo lang als dit gaat duren. Uiterste concentratie nodig. Oh, 7. Ja. Overslag. Ja, lekker. Hij is oud. Oké. Dit is de laatste challenge. Ah, fuck. Ja. Ja. Ik zit een beetje te twijfelen. Ik denk dat ik een idee heb. Tel maar op. Start in 3, 2, 1. Je bent sneller dan ik, wat kut. Oh, dat mag ik niet zeggen. Oh nee! Oh nee! Wat is dat overslag? Auw! Ja, je hebt gewonnen. Als ik deze niet win, dan weet ik het ook niet meer. Oh! Auw. Fuck. Ja. Scheuren. Nee. Ja, nee. Oh. Charles, ik ga ook je zorg terugpakken, jongen. Ja, ja, ja. Jij voelt het beter voor je. Nee, ik zei, je hoeft niet. Jij zei wel, jou moet beter. Hey, kleine moeite, groot gebaar. Kleine moeite, veel beenhaar bedoel je? Wil je iemand een schaar halen? Lief. Je kan er zelf eentje halen. Ja, fuck. Oh, ja. Auw! Trek weer een been naar eruit. Oké. Okay. Jongens. En nu ga ik echt heel veel pijn lijden, want nu moet hij van me... Auw! Been naar af! Mag ik het doen? Auw! Oh. Er zitten redelijk wat haren eruit, maar... Er zit nou een noedel ertussen. Oh, er zit een noedel tussen van je mes. Yeah. Oh. Zo, maar kijk mijn knokkels ook, hoe rood die zijn. Oh. Oh. Oh, dat ga ik echt nooit meer doen. Of ik moet een lange broek... Oh, ik had gewoon een lange broek aan kunnen doen. Dit betekent wel... Dat jij echt snoert uit hebt verloren, terwijl je niet ingetaped zat. Nee, maar ik moet heel eerlijk zeggen, ik ben ook heel erg moe. Smoesjes. Het lijkt een beetje op jou. Jij hebt ook altijd van die smoesjes. Doe eens een dubbel bek. Nee, ik moet morgen werken. Nee, maar in de foampit kan wel. Nee, maar ik moet zo naar bed, man. Eentje in de foampit? Eentje in de foampit. Dat was bijna 3, gek! Waar ben ik? Ja, hier in de foampit. Hallo? Wow! Gast, als jij dit op trampoline had gedaan, dan had je gewoon triple kunnen halen. Dat was ziek, hè? Dit was echt sick gewoon. Ja. Misschien moet je eerst dubbels op trampoline gaan landen voordat je triples gaat proberen. Ja, hallo, weet ik veel. Hallo, weet ik veel. Hey, maar ik zit me nu trouwens te bedenken, je bent wel een beetje een slechte parkmanager. Dan. Ik heb helemaal geen sok aan, je hebt niks gezegd. Hey, jongeman, je moet wel je sok aan doen. Oh ja, sorry. Ja? Ja. Okay. Doe ik gelijk. Oké, ik heb mijn sokken aan en Charles roept, ja, nu ga ik hem wel nog een keer doen hoor. Oeh. Het blijft zo dichtbij, hè? Ja. Op plaats. Je doet hem heel netjes voor op trampoline. Ja. Maar dit is voor jou nu een beetje eng zeker, of niet? Nou, ik wil eerst dat hij hier weer met de mat, even op mezelf. Even rustig. Rustig, en dan laat ik hem wel weer zien. Jij moet gewoon weer iemand hebben die het niet kan en dan het eerder dan kan dan het, jij. Gaan we het doen, en dan push je jezelf weer. Ja, tuurlijk, altijd. Ja? Maar ja, hè? Vandaag nog niet. Als afsluiter van vandaag doen we een hele grote sprong. Vanaf die erachter, in deze trampoline, op die. En? Doe dit thuis niet na, want
Blijkbaar wist ik niet eens, mag je niet van die hoogte springen. Auwe mamme! Die is echt ver en ook eng. Ik heb net hem 5 keer moeten proberen voordat ik hem zeg maar echt deed. Ik ging hem net hier naartoe inzetten en nog steeds iets verder. Totdat ik daar kwam. Is jou dit lukt? Oh nee, wacht, je mag het helemaal niet thuis nou proberen. Laat maar eens, doei. Dat was wel sick, eerlijk hè. Hoe kut, hoe kut. Hey. Niet vallen. Ik val op je. Hey. Oké, genoeg gesprongen voor vandaag. Zo, ik ben helemaal bij het ademen, ik kan niet eens mijn auto doen. Voor deze video leuk, doe een duim omhoog, voor het superknijt, kaksje klik, subscribe en even. En kan jij dit ook? Probeer dat niet, want het mag niet. Later!